Hey allemaal, welkom bij All of the Above. En vandaag is het weer tijd voor Who? Doctor Who. Vandaag zijn we aangekomen bij de vijfde Doctor. We zitten in 1981 en het is tijd voor Peter Davidson. Peter Davidson is de schoonvader van David Tennant. David Tennant is ook wel bekend als de tiende dokter. 5 en 5 is 10. Ook even een heel grappig rekensommetje. Dus ja, dat is eigenlijk best wel grappig. En hij is ook nog steeds heel betrokken bij de serie. Ondanks dat Peter Davidson al sinds 84 niet meer bij de serie, niet aan de serie verbonden is, is hij nog steeds wel heel betrokken bij de serie. Dat maakt het ook allemaal heel leuk. Maar daar later meer over. We zien Peter Davidson al een beetje in de aflevering Logopolis bij de Regeneration natuurlijk. Maar we leren pas echt kennen in de aflevering Castrovalva. Die eigenlijk ook best wel een beetje veel weg heeft van een slapstick aflevering. Bijvoorbeeld de dokter op de brancard die waarvan de brancard wegrijdt. En, ja. Het is een hele... Deze dokter is... Weer een ja, heel ander figuur dan zijn vier voorgangers. Het is een ja, wat rustigere man. Hij is de jongste acteur op dat moment die Doctor Who speelde. Totdat hij van Matt Smith van zijn plaats gestoten werd. Maar hij... Ondanks zijn leeftijd zag je wel dat hij een wat oudere man probeerde te spelen. Een oudere man gevangen in een jong lichaam. Dat maakt hem dus ook zo'n leuke dokter. Niet mijn favoriete dokter, maar wel een leuke dokter. De afleveringen op zich sprongen er voor mij niet echt veel afleveringen uit. Of ik zie dat van nou, dat vond ik super afleveringen. De aflevering 5 Doctors vond ik bijvoorbeeld wel heel leuk. Ja, dat was gewoon om alle dokters samen te zien. Behalve William Hartnell, die toen al niet meer er was. Dus daar werd een andere stand-in dokter voor gebruikt. Maar het blijft gewoon een leuk verhaal. En het is altijd leuk om alle oude dokters weer bij elkaar te zien. Nou, met de vijfde dokter is dus ook eigenlijk een nieuw tijdperk in geluid. De afleveringen werden wat professioneler, werden wat meer special effects gebruikt, al was het nog niet zoveel. De monsters zagen er iets geloofwaardiger uit toen. Maar ja, we zitten ondertussen ook al in de jaren 80, waarin ja, alles toch natuurlijk al met grote sprongen vooruit ging. En Doctor Who ook steeds moderner werd. Peter Davidson zelf, zoals ik al zei, is best wel betrokken gebleven. Hij is ook een van de eerste dokters die begon bij Big Finish met de Doctor Who verhalen daar. Later werd hij ook gevolgd door Colin Baker, Tom Baker en Sylvester McCoy. En aansluitend ook Paul McGann. Waarin hun avonturen allemaal nog doorleven. Maar over Big Finish later meer. Peter Davidson zat ook achter de Five-ish Doctor reboot. Het was een beetje een play on words van de Five Doctors. Dat was rond de tijd, was eigenlijk ook uitgezonden tijdens het 50-jarig jubileum. En eigenlijk als reactie op het feit dat de oude dokters die nog leven niet in het verhaal voorkwamen. Enigste die we niet zien in de Five-ish Doctors, maar wel in de Day of the Doctor, is Tom Baker. Die relatie lag ook altijd wel wat anders. Het hele diepe weet ik er nog niet van, maar dat ga ik opzoeken. En daar kom ik nog wel eens op terug. Ik heb natuurlijk mijn naslagwerk. De Whoology. Dat is gewoon de Doctor Who Bijbel eigenlijk. Zoals ik al zeg.
Peter Davidson heeft ook maar 3 seizoenen eigenlijk de serie een beetje volgehouden. En met aan het einde van seizoen 21 met zijn rol overgenomen door Colin Baker. In The Caves of Androzani neem eigenlijk afscheid van Peter Davidson. En ja, daar wordt eigenlijk een nieuw tijdperk weer ingeluid met Colin Baker. Hier later meer over. Zijn er tot nu toe vragen, tips, opmerkingen? Dan zie ik ze graag hier beneden in de comments. Liken mag altijd, abonneren ook. En dan rest me alleen nog te zeggen, nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer.